Goedemiddag allemaal, welkom. Mijn naam is Wendy Lauw, ik werk bij het Haagse Gemeentearchief. U vraagt zich misschien af, de mensen die vaker bij onze lezingen komen, waar Reinier is. Die is helaas nog steeds ziek, langdurig ziek. We wensen hem natuurlijk beterschap, sturen regelmatig bloemetjes en kaartjes. En zodra hij er weer is, weet ik zeker dat hij ook weer dit heerlijke werk wil gaan doen. Maar goed, ik ben het voor vandaag. We gaan een lezing hebben over 5500 jaar Ypenburg, van steentijd tot heden. Die lezing wordt gegeven door Henk Kronenberg. Die is al 30 jaar woonachtig rondom de Hoornbrug. Eerst aan de andere kant, nu aan deze kant. Hij is voorzitter van de vereniging Historische Buitenplaats Ypenburg. Hij heeft economie gestudeerd, heb ik gelezen. En is ook nog betrokken bij de Stichting Historisch Ypenburg. Dus als er iemand is die heel veel weet over Ypenburg en wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen 5500 jaar, dan is het Henk, denk ik wel. Dus ik geef het woord graag aan Henk. En denk na als u vragen hebt tijdens zijn verhaal. Na afloop doen we nog een vragenrondje en dan... Komt u daar wel uit? Oh ja, de telefoon graag stil of op vliegtuigstand. En nou ja, voor de rest loopt het denk ik wel. Henk. Even hier naast me zeggen. Oké, goeie. Wat is het? Middagavond nog? Ik zit een beetje naar het felle licht te kijken. Ik moet even leren om naar u te kijken en niet naar die lampen boven mijn hoofd. We zien nog een film draaien. Die zal eerder gestart moeten zijn geweest... waren niet dat die film nogal zwaar qua volume was en heel moeilijk binnen te halen was. Maar ik ga hem zo uitzetten, nu. Die film zal op internet bij het gemeentearchief nog te vinden zijn. En het aardige van deze film nu is, hoewel hij een tijd toegankelijk was op internet, hij is onlangs opnieuw gedigitaliseerd, door de machines gehaald en hij is stukken mooier. Ik heb hem ook net onlangs weer opnieuw bekeken en ik haal er een heleboel nieuwe dingen uit. Het is een film uit 1936 bij de bouw en ontwikkeling van Ypenburg. Ik moet even mijn beeldje hier even wegkrijgen. Even kijken hoor. Ik moet even de techniek even mee helpen zo. Een minuutje. Goed, ik ga u meenemen naar de... Gaat het geluid gelijk uit, geloof ik? Beeldwissel, oké. Nee, ik ga u meenemen naar de hele lange en bijzondere geschiedenis van Ypenburg. En dat doen wij in 5 thema's. En waarom? Omdat die geschiedenis zo lang is, dat je toch een beetje een vakjes moet maken. Van elke periode heeft zijn eigen verhaal. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik nog even iets aanvullend vertellen over mijn betrokkenheid bij Ypenburg. En dat zijn de luchtverkenners of luchtscouts op Ypenburg. De Van Weerde Poelma groep, die loopt al sinds 1945 rond en zo oud is die club ook. Sinds 1958 hebben ze een eigen onderkomen daar. En ik kan wel zeggen, ze zijn de enige organisatie die nog steeds op Ypenburg zit, die er ooit gezeten heeft. Want alles is er weggegaan en wij zijn daar gebleven. Dat heeft heel wat grijze haren bij mij gekost om te kunnen blijven zitten daar met al het gekrakeel van weg moeten en verhuizen en alles nog wat. Maar goed, de betrokkenheid daardoor en ook meemaken hoe Ypenburg ontwikkeld is als woonwijk, samen met de eerste bewoners meehelpen om daar sociaal ook iets leuks van te maken, is de reden waarom ik zo met Ypenburg bezig ben en daar ook uiteindelijk een historische vereniging met iemand heb opgericht. Iemand van Fokker en later ook met mensen van de luchtmacht erbij. Ik ga u meenemen in, er was nog een knipperapparaat volgens mij, maar dat moet ik nog krijgen van de techniek. Ik ga u meenemen naar 5 thema's. We beginnen in de steentijd, want dat is het bepalende waarom het zo lange geschiedenis is geweest. Dan hebben we een hele tussenperiode vanaf het veen naar de buitenplaatsen. En dan eigenlijk vliegveld, Tweede Wereldoorlog ertussen, want vliegveld was voor de Tweede Wereldoorlog en vliegveld na de Tweede Wereldoorlog. En als slot de Phoenix, de bouwlocatie, de nieuwe woonwijk Ypenburg. Ik moet even met dit hand doen. Goed, bij het begin beginnen, 5500 jaar geleden.
3.500 jaar voor Christus ongeveer, zag de kuststroken van Nederland zo een beetje uit. Kwelders, een zee die opkwam. Want je moet nagaan dat 10.000 jaar geleden de ijstijd, de laatste ijstijd op was gehouden en het steeds warmer werd. En de Noordzee ook weer vol liep met water, want daarvoor was hij leeg. En die zee drong steeds meer naar het land toe en overspoelde de hele kuststrook. Aan de andere kant had je de rivieren uit de Alpen, waar ook het ijs smolt. Die voerden water af, maar ook slib en zand naar de kuststrook. Dus je had een beweging van de ene kant de zee, die knabbelt van het land af. Maar aan de andere kant de rivieren brengen weer land toe. En daardoor stond toch aan de kuststrook. Ze ging van de, eerst naar het oosten toe en toen naar het westen. Dat verschoof en aan de rand ontstonden wel eens zandophopingen, de duintjes. En juist om die duinen, daar gaat het. Want hier heb je een mooi kaartje met daar een puntje daarin. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Je ziet een geul. Hij is even bezig met... Helemaal goed. Ja, dat kent ze. Je ziet er een geul. Dat noemden ze de Rijswijk Zoetermeerse geul. Dat was een zeegeul. Het land in, daar spoelde heel veel klei en allerlei spullen ook mee. Maar hield ook wel de zaak in beweging. Het was een soort biesbosgevoel, moet je erbij voelen. Maar dat puntje is bepalend, want dat zijn van de eerste duintjes, de oude duintjes, waar ook een hoger gelegen gebied was. En dat hele kweldergebied wat erachter lag, voorzag in voldoende voedsel voor planten en dieren en uiteindelijk ook voor mensen. En mensen waren natuurlijk wel op, in Europa. En die gingen naar deze gebied, want hier had je zowel de zee met vis als alles wat er in het achterland aan leven en rondliep of als groeide. Dus ze hadden een ideale plek. Ze konden hoog en droog zitten op een duin. En wanneer was dat? En als je even nadenkt dat het dus in die periode was, wat was er toen, als je het vergelijkt... Moet die wel werken? Wacht even. Ik heb even de kaart van Den Haag er nu bij ingetet. En dan zie je dat Den Haag eigenlijk toen nog in de zee lag. En dat Ypenburg, wat nu heel erg in het binnenland ligt, dat was eigenlijk de oude kustlijn. Vandaar dat nu in Ypenburg, in de Winkelstraat, de oude kustlijn heet. Want juist op die plek, onder de slagerij, de keurslager, daar zijn grafvelden gevonden van de eerste bewoners die hier aan de kust gewoond hebben in periodes, in twee periodes. In totaal 42 skeletten. Oude en jonge kinderen, oude mensen en jonge kinderen. Dus hele families waren daar. Er zijn ook paalresten gevonden waar dus woningen hebben gestaan van palen. Dus daar hebben twee keer achter elkaar, in twee verschillende periodes hebben ze uitgezocht, mensen gebivakkeerd. Het wil niet zeggen dat ze er ook 's winters zaten, maar dat ze in ieder geval de zomer, als het mooi weer was, in ieder geval gezeten hebben. En om precies even aan te geven waar dat dan was, een beetje het kaartje van Ypenburg erbij. En die rode vlekken, dat zijn de plekken waar gegraven is door archeologen. Op plaatsen waardoor het onderzoek naar bommen, die op Ypenburg terecht waren gekomen in de Tweede Wereldoorlog, men sporen waren, was zichtbaar waren gekomen van menselijke activiteit. Dan praat je over speerpunten en dat soort dingen. De gemeentelijke archeoloog van Rijswijk, want het was Rijswijks grondgebied nog, die is op een bepaald moment met een kies in een doosje bij de projectleider van Ypenburg binnengestapt. Van, ik heb nou wat gevonden. Kijk, een kies van een mens. Nou, dat is het begin geworden van een bijzondere opgraving op Ypenburg. Ik heb hier plaatjes van Ypje. En Ypje ligt links. Want dat is haar skelet en het hoofd daarvan wat een beetje voor overhangt. Daar hebben ze haar gezicht gemodelleerd. We kennen misschien allemaal het verhaal van het meisje van Nulde, ooit. Ze hebben hetzelfde procedé toegepast op Ypje. Er zijn later nog meer van die mooie gezichten gemaakt van een oude man, een jonge vrouw en een kind. Die laatste staan nu in de museum. Dat is een aparte afdeling van de vondsten van deze opgave. En Ypje staat, want Ypje Rijswijk staat nu nog steeds
in het depot in het museum Rijswijk. Helaas. Ik heb het niet mee mogen nemen. Dat skelet is ergens opgeborgen. Ik zou niet weten waar dat ligt nu. Maar wat staat in het depot dan? Dat gezicht. Haar kop. Ja. Nee, de skeletten, dat is een soort zandbak. Maar in het museum hebben ze dus twee bakken waar die skeletten mooi zichtbaar in zijn. Want ze hebben ze in feite onder is geschoven dat ze het hele geheel mee konden nemen. En waar de rest allemaal is gebleven, weet ik echt niet. Goed, die vondst uit die tijd is allemaal keurig beschreven en vastgelegd in een prachtig boekwerk. Mensen die echt geïnteresseerd zijn, ik zou adviseren om daar even op onderzoek uit te gaan. Verder zijn er heel wat boekwerken verschenen in de loop der jaren nu over deze vondst. Maar ook alle andere fondsen hier in het Haagse. Ik ga een enorme stap maken, want we gaan nu praten over een tijd, eeuwen later, dat het gebied zich verder ontwikkelde. En we hadden het net over de duintjes en de zee die binnendrong. Nou, toen die duinerij zich sloot aan de voorkant, kwam die zee niet meer binnen. En kon daar achter die duinen het groen, de natuur zich ontwikkelen. En dat ging zo prima. En dat er met regenwater combinatie veel vocht op kwam. En vochtgebied en veenmos heeft het effect dat door veenmos dat groeit naar de hoogte toe. Dus er werden enorme bulten stonden daar met veengebieden. En dat veen dat had water, dat moest weg. En daardoor zijn allerlei waterstroompjes keurig nu ingekleurd zijn in blauw ontstaan. Die we allemaal nu nog wel voor een deel kennen. De Vliet, de Zwet, de Gantel, de Lier, de Aar, noem ze maar op. En allemaal naar de rivieren die toen al bestonden. De Oude Rijn, net naar Katwijk. De IJssel en de Maasmond. En dat is een beetje het begin van het gebiedontwikkeling. Van de samenstelling van ons Zuid-Hollandse landschap. Want dit is bepalend geweest. De basisvormen. Nou, op die randen van dat hoogveen dat was onbegaanbaar. Maar op het rand van het hoogveen, daar konden wel mensen wonen. En ook de Romeinen zijn er geweest. Die hebben uiteindelijk bij de Vliet, tot aan de Rijn, hebben ze gezeten. In Voorburg natuurlijk heel bekend. En er is de Corbulo persoon heeft zijn soldaten een watergul laten graven, eigenlijk op basis van de Vliet, in aansluiting waarschijnlijk met de Gantel of de Lier, richting de Maasmond, om transportmogelijkheid te hebben over water, binnendoor en niet via de kust, voor aanvoer en van handel en van materialen. En dat is dus de gracht van Corbulo geweest. Dat is het eerste kanaal wat er gegraven is. Nou, die Romeinen die kwamen echt ook zelf niet in die moerassen, hoor. Daar kwamen ze gewoon niet. Dus dat gebied is heel lang vrijgebleven. Nou, we weten allemaal hoe de eigendomsrechten in het verleden waren. De kerk van Rome had ook enorme invloeden. De abdij van Egmond is daar een redelijk bekend voorbeeld van. Die had enorme grondbezittingen. En die werden dan weer verdeeld aan allerlei graven, zoals de graaf van Holland recht goede bezittingen hadden gekregen, toegewezen aan de graaf van Holland, hadden in Delft een onderkomen. En vanuit Delft is er uiteindelijk grond beschikbaar gesteld aan mensen die wat goeds hadden gedaan voor de graaf. Dus ging dat, hè? Heb je meegevochten in een oorlog, dan krijg je wat cadeau. Dan mag je een stuk land gaan ontwikkelen, maar je moet er wel leengelden over betalen of door belastingen. Stap voor stap is dat gebied dus vanuit die stedelijke gebied van Delft, de onderkant van het plaatje zie je dat, zie je lijntjes lopen en dat zijn dus, hij valt al het verkaveling van afwatergultjes waar het water uit dat hoogveen af kon voeren, waardoor het land droger werd. Als het land droog was, kon je er vee laten grazen of eventueel akkertjes konden ontwikkelen. En dat was hard nodig in die tijd, want tezamen de bevolking groeide. Er was behoefte aan voedsel. En vlees, wij zullen spreken, en melk, noem alles maar op. Nou, dit is de eerste fase, dit is al 1170, deze tekening. Die is gemaakt door iemand uit Nooddorp, die helemaal in het veengebied zaten. En 100 jaar later zag het er zo uit. En stap voor stap ontwikkelt zich dat. En men had ook ontdekt, toen men daar bezig was met die grond was, dat je
die veenlaag, als je dat liet drogen, dat was hartstikke goed brandbaar. We noemen het nu het zwarte goud. En dat hebben ze toen verkocht. En volgens mij zit hieronder ergens achter de turfmarkt. Mm-hmm. Waar komt die naam vandaan? Die kwamen de bootjes uit dat gebied de turf brengen. Want dat verdween hier in de kachels van de huizen. Nou, in Delft ween het bij de brouwerijen. En later in de bakkerijen van het aardewerk. Dus dat was echt goede business voor die boeren. En nou, toen die bovenste laag veen afgegraven was en de zaak onder water kwam staan, toen ging men met een schep onder water het veen wegscheppen. De slagturf noemden ze dat. En dat werd dan drooggelegd op legakkers. Akkertjes. Allemaal in die verkavelde periode. Nou, dat is helemaal leuk dat je geld kan verdienen aan dat turf. Maar het land vindt dat niet zo prettig. Want ook door oxidatie van de bodem, door de lucht en de turf, ging dat land zakken. We kennen allemaal het verschijnsel Gouda, dat de grond ook aan het krimpen is. Dat is een enorm veengebied. Dus hele gebieden werden onbruikbaar. Waar eerst nog wel wat mogelijk was, verdween. En dat kunnen we heel mooi zien op een beroemde kaart van Crucius. Als je een beetje rechtsonder zo ziet, die waterpartijen. Middenin, je hebt midden in de as, er zat een rode lijn middenin. Dat is eigenlijk een beetje de grens tussen polders. En daaronder zie je in de uiteinden zie je de enorme nattigheid. En dan zie je ook heel goed, die verkavelingsstructuur is verschillend. En het heeft alles te maken wat we net al eerst staan zagen, vanuit de onderkant aan Delft. Zijn ze meer horizontaal en vanaf richting de Vliet lopen ze weer naar boven toe. Je ziet ook de namen, Tedinger Broekpolder, rechter rode stuk. En de nieuwe en oude Broekpolder, linkerkant. En daar loopt ook nog een waterweg doorheen, richting Delft. Dat is de Delftse Vliet. Die is gegraven, niet voor afwatering, maar om goederen te vervoeren. Want over het land kon je bijna niet komen, maar via het water wel. Het is een prachtige kaart. En als we dan even nog inzoomen naar een detail, dan zien we ook die groene vlakken, dat zijn twee of drie buitenplaatsen. Delftzicht, Vliet en Ypenburg, dat is een beetje moeilijk leesbaar, maar het staat erboven. En dan staat er ook nog Zuidhoorn staat erbij. Maar daar waren ik veel meer van die mooie buitenplaatsen langs de Vliet. Want wat was de situatie? Als je in Den Haag woonde, in de stad hier, was het zomers niet te genieten. Want die riool, dat was gewoon de gracht. Dus mensen die een beetje centen hadden, die vertrokken naar de buitenkant, naar de stad. En die gingen in zo'n buitenplaats wonen, waar een boertje was begonnen ooit. Maar er werd eerst een extra grote kamer bij de boerderij gebouwd en later een heel buitenplaats. Zo zijn die buitenplaatsen buiten de stad ontstaan. En die eigenaren van die buitenplaatsen waren meestal ook eigenaar van de boerderij die erbij hoorde. En daar verdienden ze natuurlijk wel wat mee. Nou, die waterplassen, dat was natuurlijk wel een probleem. We hebben natuurlijk eerst instantie nog weer de windmolen. Die een bepaald moment is ontdekt, of dat het werkte. Maar die kon niet die hoeveelheid water die dus door die verzakking van de grond en dus steeds groter wordende plassen niet aan. Gevolg is dat je een situatie krijgt waar je dus andere hulpmiddelen voor nodig hebt. Maar ik laat nog even eerst een wat detailkaart zien. Dat is het een kadasterkaart. De Franse tijd, hè? Van het kadaster van uit Rijswijk, waar een aantal buitenplaatsen goed op zichtbaar zijn. Ypenburg onderaan, Delftvliet, Zuidhoorn en daarboven nog een paar boerderijen in de oude Broekpolder. En waaronder 1832 staat, daar loopt het water de Molensloot. Dat is de afwatering van de polder. En in wezen loopt die sloot er nog steeds. En dat is het grappige, dat het aantal van die elementen van vroeger in het landschap wat enorm op de schop is gegaan, nog wel hier en daar herkenbaar is. Maar je moet wel zoeken tegenwoordig. Want die hele verkavelingsstructuur zie je eigenlijk niet meer. Een van de buitenplaatsen is Zuidhoorn. Is tegenwoordig een hotel, restaurant. Is een tijd lang ook verpleeghuis geweest van het Leger des Heils. En daarvoor was het een buitenplaats.
van de vrouwen van Drevon. Het ziet er heel anders uit dan nu dan in het verleden. Maar even terug naar dat verhaal over het wegmalen van het water. We hebben natuurlijk de uitvinding van de stoomgemaal. Dat is een redding geweest voor al die grote plassen. Want door stoommachines waren ze eindelijk in staat om de enorme hoeveelheid water weg te halen uit die waterplassen. De polders konden ontstaan. Het andere facet van de stoomgemaal was dat het ook op een voertuig gezet kon worden in het begin van de automobiel. Daar kom ik straks nog even op terug, dat dat ook weer tot consequenties heeft geleid. Even een ander plaatje. Dan hadden wij die buitenplaatsen. Een aantal zijn er nog, maar er zijn er veel alweer verdwenen. Maar goed, dat is misschien wel jammer. Maar er was een andere ontwikkeling ook gaande. Den Haag groeide en had ruimtenood. Volgens mij is Loosduinen nu dit jaar 100 jaar geleden toegevoegd aan Den Haag. In ieder geval het grootste stuk, wat eerder al veel eerder is geweest. Maar in 1932 was ook het idee in Den Haag geboren om, ik kan het een beetje rechtsonder zien staan, die hele stippellijn, om het hele gebied wat nu Ypenburg is en alles, ook maar toe te voegen tot Den Haag. Het heeft dus uiteindelijk zo'n 90 jaar of zo geduurd voordat het eindelijk gebeurd is. Annexatie. Ja, die mag ik niet gebruiken, zeggen sommige mensen. Hoe zit in Den Haag? Als Jan het hoort, ik heb het er wel bij gezet. Maar je ziet hoe Den Haag uiteindelijk dus door gewoon gebied, lijkt wel zo'n een bedrijf wat steeds aan het groeien is, weer een bedrijf overneemt. Den Haag heeft het gewoon, we stemmen een stukje van de andere gemeente over, we voegen het tot onze gemeente. Zo is Den Haag gegroeid. Nou, we hadden het net over auto's. Die moesten kunnen rijden overal naartoe, vanuit Den Haag naar Delft, Rotterdam. Nou, dat moest je vroeger niet zo gaan doen, want allemaal kleine weggetjes. Dan moest je over de Hoornbrug. En als je linksonder op de foto ziet, zie je net nog de Hoornbrug liggen. Met de uitspanning er vlak voor. En mensen die een beetje in de buurt van Rijswijk wonen, kan ik adviseren om daar in het museum in Rijswijk tentoonstelling te gaan bekijken over de Hoornbruggen. Het is een fantastische tentoonstelling die een goed beeld geeft hoe die hele ontwikkeling van dat gebied is. Het is een hele belangrijke brug geweest, omdat het een verbinding was over dat water naar dat achterland vanuit Den Haag gezien. Belangrijke mensen kwamen daar aan, de Franse tijd en zo, en werden opgewacht bij de Hoornbruggen. De Hoornbruggen is daar beneden en daarboven zie je allerlei verbindingen, een soort weg in aanleg. En dat was de Nieuwe Rotterdamse Weg. En dan zie je ook nog iets van een wielerbaan, daar die lag er ook. Ook bekend. En die plek van de wielerbaan, daar stonden vroeger die buitenplaatsen Delftvliet en Ypenburg. Die waren in die jaren al afgebroken, want die buitenplaatsen waren vergaan. Maar de boerderij die bij Ypenburg lag, die is verplaatst omdat die weg aangelegd moest worden. De Hoeve Ypenburg. En die is linksboven de wielerbaan, zie je ook wat bomen staan en de boerderij. De Hoeve Ypenburg is dat. En de eigenaar van Hoeve Ypenburg was de heer Stokvis. En die heeft zijn activiteiten verplaatst naar het fokken van vee. En had dus wat grasvelden over. En dat kwam goed uit. Want het was dat is het leuke van deze historie van Ypenburg. Het hangt allemaal samen met andere ontwikkelingen. In Rotterdam-Zuid had je de Waalhaven, vliegveld. Aangelegd ooit. Voor Rotterdam is redelijk bereikbaar. Maar voor de Haagse mensen, en vooral het Wassenaar en zo, onbereikbaar natuurlijk, want je moet met een pontje oversteken, want die brugverbindingen waren er toen nog niet zo, en de tunnel ook nog niet. Plus dat Rotterdam bedacht had, we gaan meer uitbreiden naar het zuiden, wonenruimte en havenactiviteiten moeten vergroot worden. Dus dat vliegveld moest weg. Toen hadden Den Haag en Rotterdam een discussie van waar moet dat vliegveld dan komen? In de buurt van Rotterdam, meer in de buurt van Den Haag, bij Delft, waar? Een eindeloze discussie. Maar ondertussen hadden de echte sportvliegers en de mensen die een eigen vliegtuig hadden, onder andere de directeur van Nelle en van de Shell, noem ze alle beroemdheden maar op uit die tijd. Die hadden eigen vliegtuigen. Die dachten, we wegwezen met die politiek. We gaan dus zelf zoeken wel een oplossing.
Die zijn op zoek gegaan naar een locatie waar zij een mooi veld konden ontwikkelen tot vliegveld. Er was al eerder allemaal plannen geweest voor dat gebied om iets te gaan ontwikkelen. Maar zij hebben doorgezet en ze hebben bij Stokvis dat gebied daar ongeveer beschikbaar gekregen. Konden overnemen, kopen. Ze hebben geld geregeld, toestemming gekregen in het najaar van 35 om daar een vliegveld aan te leggen. Er was wel wat weerstand binnen de gemeente Rijswijk die tijd. Want Rijswijk had zelf een plan ontwikkeld om over de brug, want die weg was natuurlijk ook nieuw ondertussen, om daar een woonwijk uit te breiden. Want Rijswijk hetzelfde probleem, die wilde ook in een wat beter gebied een woonwijk ontwikkelen. Nou, een mooi plaatje wat veel mensen misschien wel kennen. De bouw van het vliegveld. Het was net als mensen wat tijd waren, ik heb er geen foto van, er waren net beelden op de film te zien, dat de burgemeester, de heer Hubar van Hellenbach, als ik het goed zeg, met een schepje de eerste spaal in de grond zet. Dat was in februari 36. En ze zijn gaan bouwen, zowel een soort gebouwcomplex, het luchthavengebouw, als het veld moest helemaal geëgaliseerd worden en gedraineerd worden. In die film werden prachtige beelden van allemaal mannen met hele smalle schopjes, en die drainagebuizen aan het inleggen waren. Dat is allemaal in zeer korte tijd gebeurd. Dit is het hoofdgebouw. Het is denk ik enkele weken voor de opening. Dat kan je het bijna niet voorstellen. Je ziet wat er allemaal nog gebeuren moet. En daarachter het gebouw, links daarvan, zie je al de, zeg maar, de contour van de hangar staan. Die is ook nieuw neergezet. En het verkeerstorentje. En die ook heel mooi zijn die lantaarns. Die beroemde berlage berlantaarn. En die ladder die er tegenaan staat. Ja. Ja. Er zijn nog wel meer dingen bijzonder op. Maar, het mooie van dit complex is dat het op tijd, even in 94, tot Rijksmonument is gebombardeerd. Daardoor is het gespaard gebleven, anders was het verdwenen. De hangar die stond helaas op het terrein waar Fokker stond. En overgenomen was Wereldhaven, die had er geen interesse in. Maar een Rijksmonument mag je niet wegdoen. Dat is netjes afgebroken. En als u het wilt zien, moet u naar Hogeveen gaan, want er staat hier nu. Even tussen haakjes, het gebouw is met Monumentendag jaarlijks wel te bezichtigen, op zondag alleen. Even een tip. Het gebouw was op een bepaald moment klaar. Het vliegveld was gereed en dan kon het veld geopend worden. Dus 28 augustus 1936 is het feestelijk geopend. Met minister Lid de Jeude van Verkeer en Waterstaat die het formeel heeft ook geopend. Niet door de Koninklijke familie. Want Wilhelmina, de koningin van toen, is pas in 38 voor het eerst op Ypenburg gekomen. Omdat ze haar collega uit België, de jonge vorst Boudewijn, ontving. Die kwam bij een klein vliegtuigje aan. Leopold, sorry. Ja, je moet die naam niet meer hoofd zitten. De jonge man, maar die vond het ook leuk met het eigen vliegtuigje te komen. Dus die kwam aan en Wilhelmina heeft hem ontvangen. En het mooie verhaal is dat hij uitstapte uit zijn vliegtuig. Hij had nog een vliegersoverall aan. En Wilhelmina was te snel al bij. Toen was hij nog aan het verkleden. En dat kan ik protocolair helemaal niet. Maar dat zijn die mooie verhaaltjes die je dan weer hoort van alle kanten. Maar ook, dit zijn foto's, maar er is ook in de film die we net gezien, het laatste stuk van de film, heel klein stukje, maar er zijn nog beelden van dit verhaal te zien. Dan zie je al die ministers nog met die mooie steken op en zo staan. Ik denk, ja, het is een mooi tijdsbeeld weer. Maar dat is Wilhelmina. En, nou ja, en prins Bernhard, die kwam ook wel graag, en zal ik nog straks wel een foto laten zien. Het interieur van het oude luchthavengebouw, en vooral de Aeroclub namelijk. Hè, dus je had zowel een restaurant in dat complex, en je had de Aeroclubs, de Rotterdamse en de Haagse, bij elkaar zitten. En middenin zaten de kantoren. Maar dit is de Aeroclub met een prachtige serre, zullen we zeggen. Met meubels van Pander. Binnenhuis de architect Semij. Allemaal verloren gegaan door de oorlog, helaas. En dit is nog een foto van
dat de Nationale Luchtvaartschool, die ook mee was verhuisd, 10 jaar bestond, in 1937. En als je goed op het terras kijkt, dan zie je onze prins Benno zitten. Ja. Met heer Koffen op, andere beroemdheden. Ja, die vloog ook natuurlijk. Ja. Nou, die tijd was een hele mooie tijd voor alles wat met luchtvaart te maken had. En wie geïnteresseerd was in luchtvaart, die kwam graag op bezoek. Je kon van een paar dubbeltjes volgens mij binnenkomen in het veld. Mocht je aan de zijkant ergens op een graszodenheuvel gaan zitten. Mensen die geld hadden, die konden in het restaurant gaan zitten. En als je tot de elite behoorde en tot de aeroclub lid was, mocht je in die aparte ruimte zitten. En je had zelfs bij de deur aan de veldzijde een hek staan. Aan de ene kant kon je naar het restaurant, aan de andere kant was de aeroclub. En die deuren waren ook anders. En die zijn bij de restauratie in 2012 ook aangepast. Want heel lang kon men gewoon binnenlopen, rechtdoor. Maar die deuren zitten aan de zijkanten. Dus je had een linkerdeur en een rechterdeur. En die zijn nu weer teruggebracht. Dus een heel leuk detail. Hele mooie tijd. Financieel was het bijna wel een ramp. Het hele verhaal van het vliegveld. Volgens mij heeft de heer Kok van de Shell het gebeuren overgenomen op den duur. In ieder geval tegen vlak voor de oorlog nog. Want de oorlog zat in de aankomst. Want de dreiging uit het oosten was er dus weer. En Ypenburg heeft zich voorbereid. Waarom doet het ding niet? Oh, die staat gewoon uit. Daarom doet hij niks. Nu komt hij. Ze hebben wat vitrage rond die gebouwen gehangen. Dat is zo mooi heet. Gewoon een soort camouflage. Je ziet er rechts, dat gebouw met de etage, dat is het Nationale Luchtvaartschoolgebouw. Het was in 1939 neergezet. Dus dan is het zo oud. Daar, rechts daarvan zie je de hangar openstaan. En links is eigenlijk het luchthavengebouw met de terrassen. Dus over de plantjes aan de voorkant zitten camouflage netten. Nou, stap voor stap zijn er steeds meer militairen op vliegveld Ypenburg gekomen. Dus de civiele sportactiviteiten zijn eigenlijk allemaal gestopt. Heel laat pas zijn ook allerlei luchtvaartafdeling van de landmacht toen nog gestationeerd, ook op Ypenburg. En ja, het gebeurde wat men verwachtte. 'S Ochtends vroeg, 10 mei, kwamen er een heleboel vliegtuigen overvliegen. En iedereen dacht, oh, wat gaan die doen? Die vliegen door naar Engeland. Nee hoor, ze keerden om, boven de zee, keerden terug. En toen bombardeerden ze Ypenburg. Maar niet alleen Ypenburg. Valkenburg en Ockenburg waren de twee andere vliegvelden rond Den Haag. Die ook werden aangevallen. Ockenburg was eigenlijk een sportveldgebied wat omgebouwd is tijdelijk als vliegveld. En Valkenburg was eigenlijk de vervanging van Maaldrift. Het was een klein vliegveld, die hebben ze uitgebreid destijds al. Maar Valkenburg was eigenlijk nog niet klaar. Het was één grote natte ellende. Wat is er gebeurd 's ochtends vroeg? Eerste bombardement. Tot grote schrik van de soldaten die er gelegerd waren. Er gaan verhalen dat er een heleboel jongens naar de Hoornbrug gerend zijn. Uit angst. Nou, de tweede golf vliegtuigen, dat waren parachutisten, kwamen toen mee. Van de eerste soldaten die werden gedropt om eigenlijk het vliegveld van deel 1 te nemen. Want bij de derde golf vliegtuigen kwamen de luchtlandingstroepen, zoals ze tegenwoordig heten. Dat waren gewoon vliegtuigen die landden, die lieten soldaten en spullen uit en stegen dan weer op. Dat dacht men, dat was het plan. Maar dat plan is falikant mislukt. Maar wat gebeurde er in die tussentijd toen die vliegtuigen wilden landen, en eigenlijk al eerder toen die parachutisten naar beneden kwamen? Bij die parachutisten was het gewoon prijsschieten natuurlijk. Ik bedoel, op de grond stond vol met soldaten met mitrailleurs en zo. En er kwam zo'n mannetje aan zo'n scherm naar beneden, wat al redelijk uniek was. Dat niet bekend nog was eigenlijk. Schiet hem maar op. Schiet hem maar. Prijsschieten. Lijkt wel kermis misschien. Nou, die vliegtuigen die aankwamen, we hebben wat zwaarder materiaal. Er waren gelukkig wat zwaardere mitrailleurachtige kanonnetjes. En die zaten ook op panzerwagens die er waren. Maar ook ondernemers in Delft, Noord, bij de fabrieken, die hadden ook geschut op hun fabrieken gezet. En die schoten er ook op los. En die hebben heel wat vliegtuigen neer kunnen schieten. Die landen, hetzij op het vliegveld, brandend en al. Of ze landen ergens op de Rijksweg. Gevolg was heel snel dat het vliegveld vol lag
met brandende kisten. En er geen kist kon landen. Dus het doel wat het plan was, dat er dus veel manschappen overgebracht werden om achter de frontlinie in wezen snel Den Haag in te kunnen nemen en de koningin een bosje bloemen te gaan brengen. Want dat is het verhaal natuurlijk van de heer van Sponeck, die het niet geland is op Ippenburg, maar het ergens bij Ockenburg in de buurt uiteindelijk terechtgekomen is, de verkeerde plek. En uiteindelijk ook daar verjaagd is en weg kunnen vluchten richting Schiebroek. Dat zij uiteindelijk de regering om zeep zouden helpen en daar dus de macht over konden nemen hier, gelijk, zonder enorm andere dingen te doen. Belangrijk feit eigenlijk weinig is dat het verzet van al die jonge mannen die hier gevochten hebben, vaak nog recent in opleiding in het leger of heel weinig ervaring, met wapens die slecht waren uit de Eerste Wereldoorlog. We hebben de tijd gehad van het gebroken geweertje ervoor, dus dat was heel slecht verzorgd. Soms doen we het wel eens denken aan onze huidige situatie wel eens in tijden. Wat mag je dan verwachten van die jongens? Nou, die jongens hebben ze echt enorm weerstand geboden. En uiteindelijk, ook aan het eind van de dag, hoewel het ook wel wat mensen zijn gesneuveld, hebben ze die Duitsers verslagen. En daar mag ook wel verwonder heten dat uiteindelijk toch door het bombardement, het laffe bombardement zeg ik wel eens, door de Duitsers van Rotterdam, we hebben moeten capituleren. Hadden ze dat niet gedaan, dan was er maar de vraag geweest wat er dan gebeurd was. In de tussentijd was natuurlijk wel een deel van de regering en later ook de koningin, die eigenlijk helemaal niet wilde, zijn weggegaan naar Engeland, gevlucht. En Nederland achterlatend met 5 jaar bezetting. En wat gebeurde er toen met Ippenburg? Nou, wat de eerste dagen na de gevechten, krijg je natuurlijk kijken wat er gebeurd is. Ramptoeristen. Die lagen allemaal langs de Rijksweg 13, of zeg maar de Rotterdamse weg. En het gebouw zag er zo geblakerd uit. En die mannen, dat zijn goede Duitsers aangesteld om de puin te ruimen daarvoor. En het grappige is dat het gebouw, denken we allemaal, door de Duitsers kapotgeschoten is, maar dat is eigenlijk niet zo. Het zijn vooral door eigen leger, dus met kanonnen op het gebouw geschoten toen de Duitsers erin zaten. Want de Duitsers hebben eerst het gebouw veroverd. Nederlanders gevangen genomen, in de kelder gestopt. Maar de Nederlanders hebben uiteindelijk op een bepaald moment ook weer de Duitsers weer eruit gejaagd. En ondertussen was er luchtsteun aangevraagd met bommenwerpers in Engeland. Bristol Blenheim bommenwerpers, 12 stuks. En die hebben het gebouw beschoten. Maar toen waren de Duitsers er al uit en de Nederlanders moesten rennen voor hun leven eigenlijk. En een van die bommenwerpers is neergestort of neergeschoten. De voor of daarna is niet helemaal duidelijk. Houden we er maar na. In de vlakte bij de Loze Laan Erasmusweg, daar is een nieuwbouwwijkje nu ontstaan. En er is een jaar geleden, in 2008, zijn daar de restanten opgegraven van een bommenwerper. De mensen die daarbij omgekomen zijn, die piloten, die waren al eerder al uitgehaald. Die zijn begraven op Westduin. En we hebben als historische club onze vingertje opgestoken. Zeggen, hey, is interessant, mogen we wat hebben? We hebben een prachtige drieblaspropeller gekregen. En een bonk staal, dat was het motor. We hebben tijdelijk niet op Ippenburg kunnen neerleggen. We hebben uitbesteed aan de jongens van het bunkercomplex in Overvoorde. Als herinnering aan die slag. Maar die Engelsen hebben eigenlijk meer schade aan het gebouw gebracht dan de anderen. De Duitsers hebben het gebouw hersteld, opgeknapt. Het kwam heel goed zichtbaar toen in 2012 het echte gebouw helemaal gerestaureerd werd. De raampartijen zijn anders neergezet dan dat het vroeger was. Dus de Duitsers hadden niet in de gaten hoe slim dat gebouw in elkaar zat. Maar dat is een verhaal dat ik wel best een keer bij de Open Monumentendag vertel, nu als hij er komt. Ze hebben het veld opgeruimd, weer gereed gemaakt om daar vluchten uit te voeren. Ze hebben er zelfs ook nog een soort verharding toegepast met puin uit Rotterdam. Ja, je moet ergens met dat materiaal heen. Maar lang hebben ze dan geen
plezier van gehad. Want ze werden constant bestookt door Engelse bommenwerpers natuurlijk. Ze hebben uiteindelijk besloten in maart 1943 om te stoppen met het vliegveld. De vliegplaats werd gesloten. Ze hadden wel daarvoor al maatregelen genomen om het veld beter te beschermen. Daar zien we straks nog wel een voorbeeld van. Maar goed, het vliegveld was dicht. Ze hebben het nog wel gebruikt om een V1-installatie neer te zetten. En V1, verschil met de V2. V2 is een raket die omhoog gaat, staat. En een V1 is een raket die op een rails afgeschoten wordt. En op oude luchtfoto's van Ypenburg kan je precies een kruis zien. Eén lijn, als je die doortrekt, met Google Earth heel mooi na te tekenen, richting Antwerpen en de andere lijn naar Londen. Nou, dat heeft... Die installatie is ergens het najaar 1944 neergezet. In maart hebben ze geprobeerd wat raketten af te schieten. Maar snel hadden de Engelsen het ook weer in de gaten en die hebben de zaak plat gebombardeerd. Dan was het weer over en uit. Zijn neergestort in IJzerk ook, hè? Ja, er is van alles... Kijk, er is altijd het probleem. Je hebt die V2's en die V1's. De V2's werden ook gelanceerd in IJzerk, volgens mij. Dat is een andere raketten dus. Ja, dat is een vleugeltje. De V1 ging recht omhoog, het was een ander soort systeem, ja. Nou, de oorlog einde naderde, maar de samenleving in het westen van Nederland had de hele winter te lijden gehad van de kou en de honger. Men heeft ervoor gezorgd dat er voedsel gedropt kon worden. En dat hebben de Engelsen ook gedaan met de Lancasters, ook boven Ypenburg, want Ypenburg was een van de droppingsplaatsen. Net zo Duindicht en van nog meer plekken in de buurt geweest. Het voedsel werd verzameld en later gedistribueerd onder de bevolking. En men kreeg toen ook gelijk het witte brood. En er ging al heel lang een mythe dat het witte brood uit de lucht kwam vallen. Klopt niet. Dat brood werd door Nederlandse bakkers gebakken met meel, wat gewoon per boot of wat ook was aangevoerd vanuit Zweden. Het kwam niet via de lucht. Er zat misschien wel mailpakketjes in dat voedselpakketten, want er gingen dus allemaal witte poeien, lag er wel eens langs. Maar zo zijn er verhalen gaan de wereld in. Nou, de oorlog is voorbij, maar de oorlog nooit vergeten. En sinds Ypenburg open is, dus zeg maar de luchtmacht weg is, is sinds 2000 worden herdenkingen gehouden op Ypenburg. Op het Ilse-plantsoen bij het oude luchthavengebouw is een monument opgericht op initiatief van de oud-strijders om hun eigen makkers te herdenken. Het monument ziet u een deel links staan. En deze herdenking wordt elk jaar herhaald, ook in de coronatijd is het doorgegaan. 10 mei, 's middags. Want 10 mei, 's ochtends, is een andere herdenking op Ypenburg. Want het monument van de grenadiers en jagers, wat heel lang achter het katshuis heeft gestaan en daarvoor bij de Tweede Kamer, dat staat nu op Ypenburg op het Butgerwater. En daar herdenken de eerste instantie de grenadiers en jagers het feit van de oorlog. Want de grenadiers waren het legeronderdeel wat Den Haag moest beschermen. En wij als historische club zijn vrij actief betrokken bij vooral de laatste herdenking bij Butgerwater, omdat daar ook een school naast ligt en wij heel intensief met die kinderen die oorlog laten beleven door podcasts te maken en dat soort dingen. Want wij vinden het zelf heel belangrijk dat vooral die jeugd begrijpt wat er gebeurd is in die wijk. De herdenking op het Ilse-plantsoen is een heel sterk, noem het maar militaristische herdenking geworden, waar ook andere dingen worden gedaan nu. Dus voor ons wat minder interessant, zeg ik eerlijk. Er worden herinneringskruisen van allerlei andere activiteiten ook uitgereikt, omdat daar toevallig heel veel mensen zijn. Ik zeg, ja jongens, hou het nou lekker puur tot herdenking van de slag om Ypenburg, waar het om draait. En ik wil ook nog zeggen dat wij regelmatig nog vragen krijgen van familie, van opa, soms van pa, is gesneuveld bij Slag om Ypenburg, of heeft iets meegemaakt, maar we weten niet wat er gebeurd is. Wat weten jullie? Kunnen jullie ons helpen? En dankzij alle archieven die nu wel open zijn, toegankelijk, kunnen wij redelijk snel of redelijk goed traceren, als men maar iets weet welk onderdeel iemand gezeten heeft.
wat er gebeurd is. En dat is voor familie vaak heel belangrijk, want na de oorlog zweeg iedereen. Men vertelde het niet, men hield het voor zich. De kinderen vroegen er niet naar, maar de kleinkinderen dus wel, gelukkig maar. Dit is de plattegrond, de topografische kaart van Ypenburg, uitgebracht net na de oorlog. Hier zie je hoe groot dat veld was. Nou ja, een vakje is 2500 meter bij 2500 meter. Dus je kan zelf uitrekenen hoe groot zo'n vliegveld was. Grasveld met wat gebouwen. En die rode streep die er langs loopt, dat is de weg naar Rotterdam. En je ziet nog een stippenlijntje lopen. De huidige A4. Dat is toen al bedacht. En de A12 loopt onder het naam vliegveld. Loopt een rood lijntje. En dat is de A12 loopt daar net. Met een spoorlijn naast. Goed, het vliegveld. Was na de oorlog natuurlijk zwaar toegetakeld. Maar er was een initiatiefnemer. Die heette Frits Diepe uit Berg op Zoom. Die had daar een garagebedrijf. En in die oorlogsjaren had hij een vliegtuig ontwikkeld. En die had gehoord dat Ypenburg beschikbaar was. Die heeft dat veld overgenomen van de heer Kok. Die directeur van de Shell die dat formeel een eigendom nog had. En is daar met reparatiewerkzaamheden begonnen aan vliegtuigen. Verschil auto en vliegtuig is niet zo groot, denk ik. Maar hij had wel genoeg kennis, want hij had eigen vliegtuig ook ontwikkeld. Die Voga. En die Voga staat voor Diepe Ford Garage. De latere promotor. Een vliegtuig waar de propeller niet aan de voorkant zit, maar achter de cockpit. Dus een duwpropeller. Maar hier zie je dus de restanten van de rotzooi die er nog lag aan beton. Was aan het opruimen zijn. Een DC-2 die er staat voor de hangar. En grappig is dat die foto, de hangar hier alweer op de foto staat, want die was tijdens de oorlog afgebroken geweest. De Duitsers hadden metaal nodig voor de wapenindustrie. Dus ze hadden dat ding gesloopt, afgevoerd, maar is weer teruggehaald en opnieuw opgebouwd na de oorlog. Nou, hele spul opgeknapt. Wordt weer gevlogen en ook zie ik een naam Aero Holland staan. Nou, Aero Holland was eigenlijk de charter. Maatschappij, luchtvaartbedrijf van Frits Diepe. Je had Avio Diepe was het reparatie-onderhoudsbedrijf en Aero Holland was zijn vliegende activiteit. Nou, het mooie verkeerstoeltje nog. En rechts zie je Frits Diepe staan met een Nederlandse vlag aan het hijsen. Waarom doet hij dat? Omdat hij een plan had ontwikkeld om zijn activiteiten wat te kunnen uitbreiden. Had hij een groter vliegveld nodig, want die vliegtuigen werden groter. Dat kon je niet meer op een grasveld doen. Hij wilde een startbaan hebben van een paar kilometer. Had hij een plan voor geschreven, ingediend en was ook goedgekeurd. Het is ergens in 1952 geweest. Helaas, voor Frits, hij heeft het niet kunnen uitvoeren. In de tussentijd, toen het vliegveld geopend was, in 1947 is dat pas gebeurd, zijn er airshows gehouden. En de meest bekende airshows zijn de Ilsies. Ik denk dat de mensen hier in de zaal, gezien de leeftijd, heel veel mensen de Ilsies nog wel herinneren, of misschien wel eens een keer bij geweest zijn. De internationale luchtvaartshows Ypenburg. 6 stuks totaal. Van 49 tot 57. En 57 hield het op. Aan de ene kant, omdat de vliegtuigen waar de show mee werd uitgevoerd veel te veel herrie maakten. En schokgolven teweeg brachten. En allerlei tuinders klaagden dat hun glas in een kassen brak. Maar aan de andere kant, ook omdat Defensie Ypenburg nodig had om een NATO vliegveld van te maken. Er was een afspraak internationaal gemaakt dat Nederland over meerdere vliegvelden moest beschikken. Die stembaar beschikbaar waren voor de dreiging uit het oosten. Weer uit het oosten. Maar dan niet van Duitsland, maar vanuit Rusland. Ypenburg, wat tot dan altijd een civiel vliegveld is geweest, met even die tussenpauze van de Tweede Wereldoorlog, werd militair. Alle activiteiten van vliegscholen, de
particuliere civiele sportvliegers moesten allemaal weg. En de zweefvliegers die zaten, die mochten uiteindelijk straks weer terug. Maar daar kom ik straks wel even op terug. Dit is een luchtfoto van de vliegbasis toen die er in 1993 uitzag. Dus vlak voordat die gesloopt werd. Enorm complex. 3 kilometer lange startbaan. Met allemaal taxibanen. En al die bolletjes, dat zijn parkeerplaatsen voor vliegtuigen. Die waren er genoeg, zag ik, zie je. En dat hele gebouwencomplex, een beetje linksboven, dat is het gebouwencomplex van Fokker. Maar die zat dus ingepast op het veld in een soort enclave. Dus bij de poort had je, je kon rechtsaf en dan gelijk naar links, zat je bij Fokker. Maar je kon of naar links of naar rechts en dan op de randweg blijven zitten en dan zat je op het defensieterrein. En dan stond 's ochtends vroeg altijd een militair met een prachtig mooi stopbord om het verkeer te regelen. Want er gingen natuurlijk wel mensen werken daar. En dat platform linksonder, onder die gebouwen, dat is het hoofdplatform waar vliegtuigen voor de luchthaven gewoon kwamen. Maar zowel Fokker als Defensie gebruikten het vliegveld. Maar niet voor lange tijd, in ieder geval voor Defensie niet. In het begin hebben ze natuurlijk wel voor allerlei activiteiten gebruikt. Maar heel snel, en dan praat ik over 68, denk ik dat het veld een slapende status kreeg. Dan moet je nadenken, er zijn wel militairen, maar die hebben een tuintje en een kweek, weet ik wel, kippen of zo op basis. Zo was dat hoor. Ik heb het meegemaakt, dus ik kan het weten. En een aantal activiteiten zaten er, maar niet veel. Maar het moest blijven bestaan, want er was een verplichting in de NATO-verband. En er was gelukkig een redding voor allerlei luchtvaartrecreanten, zoals de zweefclubs, de modelvliegclubs en mijn luchtscoutinggroep. Want die hebben door... De luchtmacht vond het ideaal dat jonge mensen kennis leerden maken met vliegen. Dus zweefvliegen werd gestimuleerd en gefaciliteerd. Luchtscouting werd ook gefaciliteerd. We hebben sinds 1958 een vast onderkomen gehad op Ypenburg. Met hulp van onze beschermheer later, ook later minister Den Toom. Dat was ontzettend handig, die man, voor ons. Hebben we daar heel prettige tijden meegemaakt. Den Toom was sowieso de eerste basiscommandant van Ypenburg. En we hebben daar heerlijke tijd gehad. We hebben heel veel dingen kunnen doen. In verschillende locaties mogen blijven. Maar dat was het weekendactiviteit. En door de week gebeurde het wel van alles. Maar vooral belangrijk was het vliegveld. Voor wie? Voor dit soort figuren. Want wie zijn dit? Suharto, volgens mij. Het is in 1970. Bezoek van Suharto met Wilhelmina. Juliane, sorry. En Benno, Bernard. En je ziet achter in het beeld zie je een helikopter staan. Want het was te riskant om Suharto per auto van Ypenburg naar Huis ten Bosch te brengen. Hij ging per heli. Ja, dat wilde hij helemaal lukken. Dat speelde in die tijd, dat klopt, ja. Hij is een voorbeeld van de vele buitenlandse gasten die op Ypenburg zijn aangekomen, ontvangen zijn en weer zijn vertrokken. We hebben een speciale tentoonstelling bij ons bij de club staan van alle VIP's die geweest zijn. Ook een selectie, want er zijn er heel veel geweest. En we hebben erboven staan Ypenburg toegangspoort tot Den Haag. Dat is helaas nou niet meer. En wat u ook zei... Hè? De allergrootste vliegtuigen landen. Ja, het was een behoorlijke startbaan. Het was 3 kilometer lang. Het was echt speciaal voor dit soort dingen. Ook aangepast steeds. Kijk, en niet alleen buitenlandse gasten, maar de koninklijke familie had hij een fantastische thuisbasis. En toen uiteindelijk op een bepaald moment het vliegveld dichtging, moest Beatrix met haar vliegactiviteit naar Valkenburg. Totdat het weer dichtging. Ja, toen kon ze de Schiphol gaan of zo. Rotterdam. Nou, ik heb nog een aardig plaatje indruk. Eigenlijk zijn er helemaal niet zoveel foto's van Ypenburg, van de militaire activiteit, want het is een militair terrein. Mag geen foto's maken. Maar gelukkig zijn er toch wel her en daar foto's in het verleden gemaakt en komen die steeds meer vooral voor het Instituut Militaire Historie beschikbaar. Maar een hele aardige foto vind ik zelf, en dat zijn ook twee mensen die lid van onze vereniging
zijn en zijn geweest. Boven op het trapje staat Arend Jan Kraag. Van oorsprong een motormonteur, maar later heeft hij cross-servicing. En dat is de dienst van het vliegveld die vliegtuigen ontvangt en begeleidt om te vertrekken. En rechts onderaan staat Ron Siegers, dat is de luchtmachtfotograaf. Die daar wel over wat foto's van hebben ontvangen. De twee makkers bij elkaar. Bij de Starfighter. Maar zij waren niet de enige die een Starfighter hadden. Maar op een bepaald moment werden ze uitgefaseerd, en dit is nog daarvoor. Kreeg onze luchtscoutinggroep ook een Starfighter. Helaas is hij ook weer weg, want toen Ypenburg de hekken opengingen, was hij volgespoten met graffiti en gesloopt door mensen die niet van de spullen af konden blijven. En hij is gedemonteerd en afgevoerd, helaas. En boven het beeld zit een kraan, dat is ook wel heel symbolisch. Dat is de ontwikkelingen van dat gebied daar. Achter ons, wij zaten aan de noordkant van het vliegveld, werd het TNO-complex, het Maurits Laboratorium, gebouwd toen. En die hebben er ook voor gezorgd dat wij op die locatie waar we zaten ook op een bepaald moment weg moesten. Want de munitiebunkers die zij nodig hadden, moesten per se komen waar wij een beetje zaten. Maar goed, dat is historie ook geweest. TNO? Ja, ze hebben onlangs het hele complex volgens mij weer opnieuw gebouwd, iets anders. En de activiteiten van het ballistisch laboratorium, het schieten, zeg maar. Dat verandert meer in een soort chemische activiteit. Ik weet niet precies wat ze doen. Het is allemaal een beetje... Nou, toen ik bezig was het plaatjes uit te zoeken, en eigenlijk begin vorig jaar kwam ik het verhaal eerder tegen, heb ik deze foto gevonden. Dit zijn militairen die voedselpakketten inpakken. We hebben net weer een actie gehad voor Turkije. Maar we praten hier over 91, januari 90. Ik weet niet, iemand die dat herinnert. December 90... Welke actie voerden wij toen? Voor wie? En vooral als je dit dan ziet, begin vorig jaar, toen Rusland net Oekraïne binnenviel. Dan denk je wel eens, hoe durven ze, die Russen? Nou, ik geef dat als voorbeeld, deze actie van het inpakken. Want wat die militairen die bezig waren, die waren net naar een grote troepenverplaatsing die ook plaatsvonden. Tussen de Amerikanen oefenden dat gewoon. Dus de Amerikanen kwamen naar West-Europa per schip al de spullen en per vliegtuig. En Ypenburg was vaak een schakelpunt daarvoor. En daar vlak voor, in het najaar van 90, was er ook zo'n oefening geweest. Dus alle infrastructuur van tenten en voorzieningen was er nog. En toen konden die militairen ook die voedselpakketten inpakken makkelijker. In die hangar die toch al beschikbaar was. Maar het is apart. Nou, dit is het einde van de luchtmacht op Ypenburg. Ik mocht erbij zijn. Afscheid. Sluiting en... Een half jaar later, zeg maar in het voorjaar van 92, is de defensie vertrokken. Toen werd het gebied overgenomen door Domeinen. En Domeinen heeft het weer doorverkocht. En dan begint eigenlijk het vervolgverhaal. Maar voordat we daarmee doorgaan, hadden we nog de recreanten die op Ypenburg zaten en niet wisten wat er, omdat het vliegveld dichtging, wat ging er met hun gebeuren. We hebben jarenlang gesprekken en actie gevoerd en tot wij op een bepaald moment dachten, we gaan even een stunt uithalen. Want de bestuurders van de samenwerkende gemeenten die Ypenburg gingen ontwikkelen, dat waren de gemeenten Rijswijk, Nooddorp, Pijnacker en Den Haag mocht erbij zitten, want die eerste drie waren grondgebiedgemeenten. Daar de wethouders waren aan het vergaderen in het oude luchthavengebouw. Dat wisten wij natuurlijk. En met Noordanus, bekende naam natuurlijk, en Beschartman en Weterings. Dan hebben wij actie gevoerd met allemaal borden, 's ochtends vroeg, opgewacht en het vliegtuig op het platform neergezet met haaientanden. En die haaientanden doet ook denken aan de annexatiefoto's die ooit gemaakt zijn met haaientanden. Heeft waarschijnlijk wel geholpen deze actie, want we zitten er nog steeds. Dus...
Ja, was wel leuk. Was een leuke actie. Nou, de Phoenixwijk. Phoenix staat voor vierde nota extra. Dat is een nota geweest van ruimtelijke ordening om eigenlijk enorme plannen uit te werken over steden, gewoon ontwikkeling van woongebieden in heel Nederland. Nou, rond Den Haag zijn drie Phoenix-locaties: Leidseveen, Ypenburg en Wateringseveld. En ik heb net verteld over Ypenburg, is door samenwerking van een aantal gemeenten in een bepaalde gemeenschappelijke constructie ontwikkeld. Leidseveen is in eerste instantie ontwikkeld door Leidschendam met een private partij. En Wateringseveld is vergrotendeels door Den Haag ontwikkeld, want die had eigenlijk een groot deel al van het grondgebied ingenomen. Voor Ypenburg is een plan gemaakt door Frits Palmboom, planoloog, stedenbouwkundige. En die heeft zo gekeken naar het vliegveld, waar we net die luchtfoto van gezien hebben, al die vakjes. Heeft hij ook het patroon teruggebracht in de wijkindeling. Dat is een hele mooie, creatieve tekening. Maar ik vind het wel aardig, omdat het gewoon, dat zijn de eerste stappen van uitwerken, voordat je gaat uitwerken. Maar hij heeft dus echt deelgebiedjes verzonnen. En hier rechtonder zie je een rode stuk, dat is een beetje een nooddorp. Want het hele buitenplaats Ypenburg project hield veel meer in dan alleen het vliegveld. Het vliegveld had één groot voordeel, dat kon je in één keer overnemen van domeinen. De rest moest allemaal opgekocht worden. En allemaal tuinders uitgekocht, want er was een enorme behoefte aan woningbouw. Het mooie van Plan Palmboom is dat hij redelijk beschreven heeft uiteindelijk wat er gebeuren moest en hoe is het dan verder uitgevoerd. De eerste kleine deelprojecten zijn gewoon direct aanbesteed aan de aannemer, zeg maar aan uitvoerders. Het eerste sowieso, de MOK, die is zelfs voor het hele proces begon als deelplan nummer 0. Want er moest nog even wat geld binnengesleept worden voor de eerste woningjes. En daarna zijn het eigenlijk de deelplannen, moest mensen erin schrijven. En dan praat ik over projectontwikkelaars samen met architecten om op hoog niveau plannen in te dienen. Daar werd je uitgekozen, zeg maar de vijf beste, de genomineerden. En al die genomineerden kwamen bijeen bij een notaris in de Rode Olifant, bovenin van dat advocaat- en notariskantoor daar. En er was gewoon een loterij. Ja. Dus die mannen zaten peentjes te zweten daar, denk ik. Uiteindelijk heeft dat toe geleid dat er echt topplannen zijn gemaakt voor Ypenburg. En ook uitgevoerd. En onder zware regie van het projectbureau Ypenburg is alles in de gaten gehouden. Heeft het daar het voordeel gehad dat Ypenburg op zichzelf best wel een mooie wijk is. En je praat ook over, ja, wanneer zijn ze begonnen? Ik zeg altijd, in 1998 zijn de eerste woningen echt op Ypenburg opgeleverd. Kleine indruk. Het aardige, dit zijn een paar luchtfoto's. We hebben tegen de 1000 luchtfoto's van de ontwikkeling van Ypenburg overgedragen gekregen van het projectbureau. Dus we hebben een schat aan informatie achter de hand. Linksonder ziet u het Boswijk. Vroeger heette dat zo. Tegenwoordig mag het geen wijk heten, want in Den Haag heet de buurt er geen wijk. Bosweide heet het nu. Middenin zie je Waterbuurt. We hebben een andere naam gekregen. En helemaal rechtsboven zie je die gekleurde huisjes staan. Dat is een beroemd project geweest, wat allemaal prijzen heeft gewonnen van die beroemde architectenbureau Rotterdam. Met allemaal verschillende dakbedekkingen van pannen of metaal of van hout of van groene kunststof. Nou, dat is een toeristische attractie, een architectonische toeristische attractie. In het begin waren er busladingen kwamen langsrijden. Dat zien we nu niet meer gelukkig. Nou, Ypenburg bestaat uit meerdere wijken. Ik heb net de Bosweide Singels, dus het grote middenstuk. Waterbuurt ook al genoemd. Morgenweide, de Venen en de Bras. En de Bras is eigenlijk het oude stuk Pijnakker. Aan de andere kant van de Brasseskade. Nou, dit is een beetje impressie van een aantal type huis. Linksboven ziet u Lyceum Ypenburg. Linksonder de oude kustlijn, Winkelstraat. En als het stormt, dan waar je je broek uit, zoals het heet. Want wat hadden ze bedacht? Het is mooi om die lijn van die startbaan vast te houden, want dat is nou precies de plek waar de startbaan lag.
En de windrichting bij een startbaan hier in het westen van het land, een beetje zuidwest, hè? En wat is de meest gangbare windrichting met storm? Zuidwest. Je hebt hoge gebouwen eromheen, heb je een trechter, heb je nog meer wind. Nou, en dan gaan klagen dat het een probleem is. Ja, hallo, had je moeten bedenken van tevoren, zeg ik dan. Hè? Ja, dat is een voorbeeld van die huisjes. Nou, rechtsonder is het welzijnsgebouw Piet Vink. En daar zitten wij in een mooie hoekkamer. Ja, het is de ene hoek, wij zitten op de andere hoek. Dit is de hoek van de Plesmanlaan. En de Plesmanlaan, oude kustlijn, dat is eigenlijk de oude startbaan. We kennen ook de landingslaan op Ypenburg. Daar komen we straks nog in beeld. Dat was eigenlijk de buitenkant van het veld. Maar omdat Palmboom, om ruimte goed te kunnen verdelen, hebben ze dat anders een beetje benoemd. Dus een beetje verwarrend. Maar wij kunnen het wel braaf en iedereen weer uitleggen. Dat is het voordeel. Twee iconen hebben wij op Ypenburg. De twee verkeerstorens. De oude en de nieuwe. Dit is een foto van net na de restauratie, denk ik. Dat is echt fantastisch weer opgeknapt, dat ding. Het gebouw. En de verkeerstoren van Defensie is ook helemaal opgeknapt. Is aan een particulier verkocht, maar die heeft er beneden ruimte wat uitgebreid en een leuke horeca-instelling gevestigd. En ik zou zeker adviseren, als u een keer in de buurt bent op de fiets, of hoe dan ook, de tramlijn 19 komt er langs, om ze een bezoekje te brengen. Want hij heeft het echt in stijl ook ingericht. Het is een man, een techneut, die allerlei proeven doet. Dus de toren zelf kan je eigenlijk niet op. Dat is wel jammer, maar dat mag van de brandweer sowieso niet. Dus dat is veel te klein en dan moet je allemaal extra maatregelen nemen en dat past daar gewoon niet. Nou, annexatie hebben we net even over gehad. Vlak voor Den Haag werd, moest toch even de samenleving nog even in actie komen. Dit is dan nog in maart. Snert werd verkocht. Ik weet niet waarom, maar... Ja, dat was Rijswijk. Moet je nagaan, dan kom je daar wonen, krijg je een postcode. Rijswijk postcode. Wordt opeens Den Haag, een heel andere postcode. En dan nog mensen die een 015 nummer kregen, omdat ze in nooddorp zaten. En bij pas Den Haag belastingaanslag. Hè? En bij pas Den Haag belastingaanslag. Ja, dat. Nou ja, dat was de discussie natuurlijk. Door men kwam juist op Ypenburg wonen, omdat we dachten minder belastingen betalen. Dat is uiteindelijk wel meegevallen, gelukkig. Maar Den Haag was in een bepaalde periode heel financieel echt een probleem. Dus je belasting lag naar verhouding toen hoog, maar dat is natuurlijk allemaal weer veranderd. Even door. Als je interactie doet, supergezellig. Maar dan moeten we even die microfoon aan die mensen geven. Moet je wel in praten dan? Ja. Maar ik ben zo klaar, ja? Ik sluit bijna af, want ik wil nog één ding vertellen. We hebben één... Met de hele annexatie speelde één belangrijke discussie. Trekvliet, water, vanaf de Vliet naar Den Haag. Dat moest bij Den Haag komen, want daar moest een weg onderdoor. Nou, die weg, die tunnel, is ergens anders neergelegd. De Rotterdamse baan. En toen ze gingen graven, kwamen ze iets anders tegen. Dit bunkertje. Die hebben ze opgegraven. Het was al lang bekend dat hij daar lag, hoor. Maar goed, dat, Den Haag in paniek natuurlijk. Want die had natuurlijk net die grond overgenomen. Ze hebben mij gevraagd, van, hebben jullie interesse als... historici. Hij zei, joh, kom maar hier met dat ding. Nou, het leuke, het staat vlakbij mijn clubhuis van mijn scouting, want dat witte huisje en die rode streep, wit streep, is ook het clubhuis van ons. En het speelveld erachter ook. En we doen gewoon mee met bunkerdag en zo. Ja. En als u in de buurt bent, ik ben ook in de buurt. Ik heb de sleutel, dus het is een 1-persoons bunker. Ja. Meer kan ik er niet over vertellen. Er zit wel een deur in en er zit tegenwoordig ook een wok op gemonteerd aan de bovenkant, als dekseltje. Tegen de regen. Nou, die wok hebben we gehaald bij de buren, want daarnaast staat de grote supermarkt van Amazing Oriental. En ik zeg het wel schertsend, ja, het is uit de bescherming van het Chinese gevaar. De buurman van ons, die zit op de andere, verderop op de heuvel, de beroemde Theo Jansen. Maar over kunstwerken gesproken, ik heb
de eer gehad om heel lang in een soort kunstadviescommissie te mogen zitten op Ypenburg. Omdat er geld naar de bouw, dus na het sluiten van het projectbureau in 2009 of 2010, was een leuk bedrag beschikbaar. Er moest een kunstwerk komen voor Ypenburg. En wij mochten uiteindelijk uit allerlei voorstellen kunstenaars uitkiezen. Die hebben we ook gekozen. Die mochten een voorstel indienen, 3 kunstenaars. En een Chinese Fransman heeft uiteindelijk iets ontworpen wat helemaal in de lijn, wat ik graag wilde. Het moest iets zijn met het vliegveld. Is helemaal gelukt. Want op deze plek, aan het einde van de landingslaan, grasveld, een beetje ter hoogte van de Hoornbach tegenwoordig, zijn uit de grond herrezen deze paddenstoelen. De Lingqi helikopters. En 2020, in oktober, 4 oktober, zijn ze onthuld. Net in die gekke coronatijd. En begin draaiden ze nauwelijks, maar ze draaien. Wel heel rustig, door de wind. Door de wind, ja. En daar heb ik de slotwoorden van mij ook aan op gebaseerd. Op Ypenburg bewegen de rotorbladen langzaam op de wind. En spelen de luchtscouts al 77 jaar met de wind. En dat is ook historie. Leuk, ja. Henk, dank je wel voor deze prachtige lezing. Heel goed. Ik heb me enorm geamuseerd. Ik ga zo kijken of u nog vragen heeft. Ik heb er ook nog wel een paar. Maar voordat dat gebeurt, als mensen nog heel veel vragen hebben, er zijn een paar dingen waar u informatie kunt krijgen. Is met dit boek, als het nog beschikbaar is ergens, de Bijbel van Ypenburg. Of kom gezellig bij ons langs op Ypenburg. Precies, ja, ja. Ik moet nog één dingetje doen. Er is verwarring over de aanvangstijd geweest van deze lezing. Dat is mijn schuld. Dus mijn oprechte excuses aan de mensen die hier om 6:30 binnenkwamen, of vlak voor 6:30 met het idee, ik zie de lezing. Het goede nieuws is dat deze lezing opgenomen is en live gestreamd is op dit moment. Dus u kunt hem terugkijken, maar het nog veel betere nieuws is dat Henk deze lezing volgende week... Volgende week woensdag 22 februari, als goed ik ben, om 7:30 in de Curtis Corner, het Piet Vink Centrum, gaan we de lezing herhalen. Eigenlijk, we starten daar ook met een korte lezingscyclus elke woensdagavond 1 keer in de maand. Woensdagavond 1 keer in de maand. Met korte lezingen over Ypenburg. Deze lezing gaan we als eerste herhalen. En de lezing daarna, dus in maart, gaat over de vliegbasis. En vooral wat gebeurde daar vroeger. En de lezing daar weer na, en dan praat ik over maart. April? Over de voedseldroppings, door iemand die daar specialist over is. Oké. Is er iemand die op dit moment een vraag heeft? Ik zie een aantal vingers. Ik begin bij de dichtstbijzijnde. Dat is niet om u te plagen. Een hele korte vraag. Aan het eind van uw lezing zag ik die paddenstoelen. Hoezo paddenstoelen? In dat kunstwerk. Dat is het idee van de kunstenaar. Oh. Een Lingqi paddenstoel, moet u maar eens opzoeken, heeft met eeuwig leven te maken. En hij zei, het gaat gewoon door het leven. En paddenstoel schimmel, het komt uit de grond. En hij heeft een idee bedacht in zijn kop, zeg ik dan, met die rotorbladen, beweging en toch die gekke knipoog naar het gebied, zeg maar. Met nieuwe mensen en reizen. Ik bedoel, er is op Stroom is de organisatie die buiten kunstwerken neerzet in Den Haag. Er is een leuk filmpje met hem ook in beeld, waar hij uitlegt persoonlijk wat hij nou bedoelt. Aanrader. Ja. Bij Stroom. Stroom HCBK. Dat is de kunststichting die voor de kunst en de openbare ruimte in Den Haag zorgt. Ik ga helemaal achteren. Oepsa. Ik moet even uit het licht gaan staan. Ik heb 2 vragen. De eerste vraag is, hoe kun je aanmelden voor die bijeenkomst volgende week bij de Curtis? Want ik weet iemand die daar naartoe wil. Ja. Als wij allemaal daar naartoe komen dan... Nee, we hebben meer een huiskamer. Daar is niet zo groot als dit. Dus aanmelden kan. Op de folder die overal ligt staat een e-mailadres.
gewoon daar naartoe een bericht sturen dat de 22 willen komen naar de lezing. En dan krijgen ze een ontvangstbevestiging. Oh, dank u wel. De voorkant staat het. Het e-mailadres is info@historischypenburg.nl. Het komt allemaal binnen bij ons. En die wil ik graag houden. En de andere vraag is het water wat u het laatst liet zien in Ypenburg, wat helemaal richting de Hornbach loopt, dat helemaal van Nooddorp. Ja, de landingslaan, dan moeten we dat. Ja. Oké, okay, was dat nou de oorspronkelijke landingslaan? Nee, de naam heeft het wel, maar is het dus niet. De oorspronkelijke landingsbaan loopt midden in Ypenburg, waar de Plesman ongeveer loopt. En de oude kustlijn, het winkelcentrum. Die lijn is de oude startbaan. En de landingslaan, dat is eigenlijk meer het hek, de buitenkant geweest. Oké, okay, helder, bedankt. Maar het was een mooie vaart en ze dacht, dan geef het ook een mooie naam. Dankjewel. Ik zie daar nog twee vingers, sowieso. Moment, meneer. Wacht. Ja. Dank u wel. U liet de dia zien van buitenplaats Hoornwijk. En achter Zuidhoorn. Dat landhuis. Zuidhoorn, ja. Zuidhoorn, sorry, die bedoel ik. Dat landhuis. En achter dat landhuis heb je een soort industrieel gebouw met een schoorsteen. Wat is dat? Nou, kijk, dat zijn de bijgebouwen van het oude landhuis geweest. Maar dan moet ik echt terug gaan zoeken wat daar precies gezeten heeft. Maar dat is, ik denk dat het allemaal weggehaald is. Maar de gebouw heeft zoveel verschillende functies weer gehad. Maar vermoedelijk zijn het gewoon bijgebouwde keuken of zo. Nou, die schoorsteen is wel industrieel in mijn opinie. Nee, er was geen bedrijf in dat pand. Het is echt een buitenplaats geweest. En nou, moest ook maar even apart even kijken. Ik weet niet wat hij precies dan bedoelt. Ik heb deze meneer volgens mij nog. Ja, aan het eind liet u even heel kort een blauw boek zien over de ontwikkeling van de wijk Ypenburg. Ja. Het ging zo snel weg dat ik kon geen naam noteren. Hoe heet het? Ik kan hem even laten zien. En dat boek hebben wij gelukkig nog één doosje beschikbaar. Tenminste, een doosje met exemplaren erin. Dat zijn de laatste die nog te koop zijn. Voor een tientje bij ons. In de Curtis Corner. Koopje. Zie ik nog vingers, vragen? En je kunt het beste bij ons komen halen. En niet via internet of zo. Dat is allemaal veel duurder. Henk, ik heb nog één vraagje. Dat water dat die molens en die stoomgemalen uit die veenpolders oppompte, ja. waar lieten ze dat? De Vliet. De Vliet werd gewoon afgevoerd. Nee, ik bedoel, het gemaal. Als je nu Ypenburg inrijdt, heb je aan de linkerkant opeens allemaal oranje stokken staan. Dus dat is nu het elektronische gemaal. En vroeger stond er ergens een molen. En daarvoor andere molens. Ik bedoel, de molensloot heet niet voor niks molensloot. Okay, omdat ja, het water uit zo'n polder moet ergens naartoe. En dat zijn de randwateren. En het water in de Vliet, dat wordt via Delftvliet, de Rijn-Schiekanaal, afgevoerd naar Rotterdam. Ik zie daar nog een vraag. Ik was bij degene die helaas te laat kwam. En ik was vooral geïnteresseerd in de periode tussen de buitenplaats. Ja. En zeg maar het begin van het vliegveld. Is daar iets over gezegd? Heb ik iets gemist? Daar is heel veel over te vertellen. Maar ik krijg maar een paar minuutjes hier. Nou, de buitenplaatsen is een tussenfase geweest dat er van allerlei ontwikkelingen waren. En eigenlijk belangrijke ontwikkeling was de aanleg van de Rotterdamse weg, dus vanaf de Hoornbrug langs Delft naar Rotterdam. Dat heeft dat gebied opengelegd. En daardoor is men gaan kijken, wat kunnen we daarmee? Want daarvoor keek er geen hond naar, eerlijk gezegd. Eigenlijk nog meer over wat er daarvoor. Er was een modelboerderij, weet u daar iets van? Dat is de boerderij Hoeve Ypenburg, dat klopt. Er zijn er twee geweest, heb ik ontdekt. Nou, de enige die ik ken is die boerderij. En die boerderij die moest verplaatst worden. Precies. Omdat die weg aangelegd Precies. moest worden. En toen is er een tweede En de heer Vaandrager is daar gaan boeren. Ja. En weet u iets van de eerste? Die was van een
exploitatiemaatschappij die aan stamboekvee deed. Dat is dezelfde vaandrager. Weet u daar... Daar is wel wat van bekend, ja. Okay. Ja. Maar u kunt het beste dan met ons contact opnemen. Ja. Een keer bij ons op bezoek komen. Ga ik zeker doen. Want we hebben, wat wij gedaan hebben als Ypenburgse historische club, kan ik nog even vertellen. We hebben natuurlijk informatie gezocht. Ik weet wel veel, maar niet alles. En de krant is natuurlijk een ontzettend mooie informatiebron voor feitjes. En vooral vroeger werd het tenminste heel gedetailleerd iets beschreven tegenwoordig. Zeg maar niks. Daar heb ik heel veel informatie uitgehaald. Over die stamboek. Er zijn allemaal prijzen gewonnen van koeien en stieren. Dus daar komt van alles tegen. En de boerderij heette vroeger ook niet de Hoeve Ypenburg, maar de Spranghoeve. En de Sprang werd weer vernoemd naar het huis van de heer Stokvers in Duttendel. Heeft hij de Spranghoeve. Het huis staat er. Je moet het maar weten. Heb ik nog meer vragen hier? Ja? Begint het volgende week om 6:30 of eerder ook? Want anders zit ik hier weer voor Jan met de korte... Bij ons gebeurt om 7:30 beginnen wij. En het is ook een korte lezing, maar niet hier. Of is een andere lezing? Wat bedoel je dat? Nee, dat is deze lezing. De herhaling van deze doen wij voor de mensen op Ypenburg. Dacht ik, we hebben toch die lezing nu gehouden. Daar herhaal ik daar sowieso. Mensen op Ypenburg kunnen moeilijk nu naar Den Haag komen omdat de brug dicht is, weg is. Overeind staat. Herhalen we hem gewoon. En dat is woensdag 22 februari om 7:30 in de Curtis Corner. In Ypenburg. Oh, die is op Ypenburg. Op Ypenburg. Okay. Volgens mij zijn we rond. Ik heb nog een... ik ga even de hoek in, sorry camera. Een bosje bloemen uiteraard voor onze Henk. Dankjewel, ik ben nu weer ingeraakt. Graag gedaan. En ik wil u heel graag allemaal hartelijk bedanken. Excuses voor de wat rommelige tijdsindicatie. Aanstaande woensdag 22 februari is hier om 12:30 een lunchlezing over 175 jaar Pulgri Studio, de kunstenaarsvereniging. Om 12:30 middags, die is wat korter dan deze, die is maximaal 3 kwartier. En ook daar bent u uiteraard van harte welkom. Welke datum? 22 februari om 12:30 en de lezinggever is Nicolette Faber-Wittenberg. Dank u wel.